Carla is voor EO Metterdaad in Oeganda. In het kader van een betere zorg voor pasgeboren baby's gaat ze op bezoek bij de kersverse moeder Maria. This is milky. For the mother, not for the children? No. In Nederland zou je dure cadeautjes meenemen en kleding, wat eigenlijk vaak niet eens nodig is. Hier neem je voeding mee. So to make the mother strong. Yes. Maria is kort geleden bevallen, 2 maanden te vroeg, van een tweeling. En als we geen... Sugar? Sugar. Als we geen eten meenemen, dan zullen die twee kleintjes het waarschijnlijk niet overleven hier. En zo? Is het enough now? Oké, bye. Here you go. Thank you very much. So, Carla, can you take the chicken? Do I have to take the chicken? Yeah, we are going to... Er gaat dus ook een kip mee. Oké. Okay. Sorry. Daar gaan we. Nou, dat wordt een hele onderneming. Ik ga achter op de fiets bij Beatrice. Zij is door hulporganisatie World Vision opgeleid tot gezondheidsmedewerker. Ze zorgt voor zwangere en pasbevallen vrouwen in de wijde omgeving. De moeder waar we nu naartoe gaan woont erg afgelegen in de bush. Hey, Maria. Hey, happy to see you. So glad to meet you. I brought you. Hey, you look at the moon. You're very moon. Yeah. Hey. So blij met de kip. Maria is een paar dagen geleden bevallen van een tweeling. Trots gaat ze ons voor naar haar hutje. Oh, they're so small. Ze zijn 5 dagen geleden geboren. Ze wegen nog geen 5 pond. In Nederland zou dit echt zo duidelijk in de couveuse thuis horen. De 37-jarige Maria is nog zichtbaar zwak. Ze moet goed gaan aansterken om de juiste zorg aan haar babytjes te kunnen gaan geven. De vroege bevalling, een paar dagen geleden, kwam totaal onverwacht. Sinds de bevalling heeft Beatrice zich ontfermd over Maria. Beatrice komt hier elke dag. Ze is opgeleid om moeders te begeleiden bij de zorg voor hun kindje. Dat up to now not yet amazing bringa. Tot nu toe heeft het ene kindje nog niet geplast. En dat is na 5 dagen, dus dat is echt niet goed. Beatrice is ongerust. Ze doet daarom een grondige controle, van navelstreng tot hartslag van de kindjes. De hartslag van Sekoma, het oudste kindje, is oké. Maar toch is er iets mis. What is the problem? Today, if the baby has not go to the latrine, therefore I should refer this mommy to go to the health facility to check the baby. Because he did not poo today. No, not poo. Yet. Not yet. Not yet at all. Not yet at all. Not yet. En met zijn broertje Kartu blijkt het ook niet goed te gaan. This baby now is breathing 40. Has breathed 40. And it's supposed to be 60. This is low. So he has a problem too? He has a problem too. So they both should go to the clinic? Yeah, should go. I have told her to go to the health facility. She has said that the problem is transport. Eigenlijk zouden ze allebei naar de dokter moeten. Maar het is zaterdag vandaag en in het kleine kliniekje hier in de buurt is geen dokter aanwezig in het weekend. Dus eigenlijk zouden ze naar het ziekenhuis moeten, maar dat is veel te ver weg en het is ook onbetaalbaar. Zal ik jou eens een beetje aankleden, jongetje? Het gaat niet zo goed met jou. Ik ben ook een beetje slap. Beatrice vindt dat de baby's onmiddellijk naar het ziekenhuis moeten,
Ze overlegt met Maria's man en een medewerker van de hulporganisatie World Vision. Ondertussen vertelt Maria hoeveel de tweeling voor haar betekent. Beatrice heeft inmiddels een auto laten komen. Die zal Maria en haar baby's naar het ziekenhuis brengen. Ook de 15-jarige dochter Rebecca wordt op de hoogte gesteld. Want zij zal direct meegaan om in het ziekenhuis voor haar moeder te kunnen koken. Er worden haastige voorbereidingen getroffen. Ook de borden en jerrycans moeten mee naar het ziekenhuis. Beatrice heeft vervoer geregeld, dus we gaan nu naar het ziekenhuis met ze. Oh, je bent koud, hè, Jochie? We moeten een stukje lopen, want de hut ligt zo afgelegen dat hij niet bereikbaar is met de auto. Als Beatrice, de lokale gezondheidswerker, hier vandaag niet geweest was, dan hadden deze jongetjes het waarschijnlijk niet overleefd. Er moeten hier in de omgeving veel meer gezondheidswerkers komen. Die moeten opgeleid worden. Want het is zo'n afgelegen gebied. Er zijn zeker weten meer van dit soort kleine babytjes. Met uw hulp worden kindjes gered. Helpt u mee om deze baby's te redden? Stort dan uw bijdrage op Giro 300 300 van EO Metterdaad. Onder vermelding van Oeganda.